best wel welke richting ik op wil na mijn bachelor. Alleen daar is dus niet echt een specifieke master voor. Dus ik zou het fijn vinden om mijn eigen vakken te kiezen, waar ik deze vakken zou gaan doen, dus op welke universiteit. En ook wanneer ik deze vakken zou gaan volgen. Naast mijn studie heb ik ook een baan. En deze baan neemt heel veel tijd in. Daarom zou het voor mij heel fijn zijn om soms wat trager te kunnen studeren, soms wat sneller. Dus bijvoorbeeld 40 credits te krijgen in een jaar zonder te gezien te worden als iemand die traag werkt. De ambitie is uiteindelijk om de individuele student en zijn behoeften en zijn ontwikkeling beter te ondersteunen. Nou, ik heb hier al een bachelor biologie gedaan en ik werk momenteel in de IT. Dus voor mij zou het heel fijn zijn als ik in dat vakgebied juist weer één vak of één module of zo los kan doen in plaats van een heel studieprogramma. We zijn pas aan het begin, want het is heel moeilijk te bereiken, want het systeem je moet het hele onderwijssysteem flexibiliseren. In instellingsniveau en op nationaal niveau. Ik heb aan de Universiteit Utrecht gestudeerd. Ik heb altijd ontzettend veel interesse gehad in voedingsvakken, maar die geven ze daar niet. Nu heb ik wel zitten kijken om in Wageningen die vakken te kunnen volgen, maar dat is administratief zo ontzettend veel gedoe. En bovendien zou ik ontzettend vaak naar Wageningen moeten afreizen. Terwijl als ze dat nou een stuk makkelijker maken en bijvoorbeeld een deel van de colleges online zouden doen. Wij starten nu enkele projecten waar wij zeg maar, dat systeem intern en extern wat lostrekken. Bijvoorbeeld in een samenwerking met Utrecht en Eindhoven, onze nieuwe alliantiepartners, willen we proberen dat het veel makkelijker mogelijk wordt onderwijs bij de andere instelling te volgen.